Ilias Alhaft, jouw eerste basisplaats in een aardig tijdje. Maar toch niet een wedstrijd waar je met veel plezier op zal terugkijken, denk ik. 2-2 bij FC Den Bosch, wat moeten we daarvan maken? Ja, wat moeten we daarvan maken? Dat is een goede vraag. Ik denk dat we vooral teleurgesteld zijn in onszelf. Omdat wij gewoon, vindt iedereen denk ik bij ons, dat wij gewoon de betere ploeg zijn. Alleen ja, dat moet je wel laten zien. Niet alleen het spel, maar ook zeker in de uitslag. En dat hebben we vandaag nagelaten. Dus ik denk dat het vooral een zure nasmaak heeft deze wedstrijd. Ja, wat weegt er dan zwaarder? Dat jullie er zelf niet meer hebben gemaakt of dat jullie er 2 tegen krijgen? Sorry, nog een keer? Wat weegt dan zwaarder na zo'n wedstrijd? Dat jullie er zelf niet meer hebben gemaakt of dat jullie 2 doelpunten tegen krijgen? Toch op opmerkelijke momenten. Ja, ik denk sowieso als je 2 doelpunten tegen krijgt, dat is wel iets wat we zeker weer moeten gaan bespreken. En het is nog steeds wel de regel dat als je er meer maakt dan de tegenstander, dat je uiteindelijk wint. Dus we zijn gewoon teleurgesteld en we hebben en te veel goals tegengekregen en we hebben te weinig gescoord. Ja, na de rust maken jullie heel snel wel de 1-2. Toen dacht ik, nu gaan ze eroverheen. Maar dat blijft dan toch uit. Heb je daar een verklaring voor? Nou, heb ik nu op dit moment geen verklaring voor, maar ik denk, ik had dat gevoel zelf ook. Ik denk dat we bij Vlagen wel gewoon de dingen hebben gedaan die we wilden doen. Vierkant op het middenveld, vanuit daar een extra man op het middenveld creëren en vanuit daar doorstoten naar de goal. Alleen dat hebben we te weinig gedaan. En in de tweede helft dacht ik dat we goed uit de kleedkamer kwamen. Toen scoorde Hamdi natuurlijk een mooie goal. En toen dacht ik persoonlijk ook dat we eroverheen zouden gaan. Maar waarom dat niet is gebeurd vind ik moeilijk te zeggen. Ja, voor jou desalniettemin wel een basisplaats. Hoe prettig is dat voor jou om zo aan het eind van het seizoen toch nog een keer een hele wedstrijd te spelen? Ja, dat is, natuurlijk, ik zit de laatste periode een beetje in een andere fase, voornamelijk in. Ik wil zelf natuurlijk ook gewoon altijd vanaf het begin starten. Dat is toch weer anders dan invallen. Dus voor mij persoonlijk was dat wel lekker. Alleen kijk wel met een gemengd gevoel over mijn eigen optreden terug deze wedstrijd. Ik had graag meer bij willen dragen in de stand onder andere. Helaas is dat niet gebeurd, maar ik ga gewoon doorwerken door waar ik mee bezig ben. En ik ben ervan overtuigd dat ik nog steeds van waarde kan zijn voor dit team. Nou, het seizoen is natuurlijk nog niet ten einde, ondanks dit resultaat. Jullie zakken wel een plekje naar de 4e plek op dit moment. Desalniettemin wachten de play-offs nog. Hoe gaan jullie daar nu naartoe? Want het leek er rooskleurig uit te zien met die 3e plek. Die zijn jullie nu voor even kwijt. Is dat nog een smetje op die voorbereiding richting die play-offs? Het is maar net hoe je daar zelf mee omgaat natuurlijk. De play-offs is al een tijdje een feit. En persoonlijk denk ik nog steeds dat een play-off elke wedstrijd is een wedstrijd op zich. Dus we spelen elke wedstrijd om te winnen. En natuurlijk bij de play-offs komt er meer druk bij kijken omdat je natuurlijk speelt om promotie. Maar persoonlijk en ik denk de meeste van de groep. We moeten deze zure nasmaak gewoon wegspoelen en gewoon met opgeven hoofd naar de play-offs kijken. En we weten wat we beter moeten doen, we weten waar nog verbetering is. Dus gewoon met opgeven hoogte en borst vooruit naar de play-offs kijken. Ja, en nog 1 keer thuis knallen in het reguliere seizoen. Ja, zeker. Ja, de 3 punten die moeten dan wel binnen blijven. Of het nou uitmaakt of niet wat betreft de stand, dat doet er niet toe. Gewoon die 3 punten pakken. Top, succes, dankjewel. Dank je.